changes. Goed, Bente, donderdag de examens. Heb je er een beetje zin in? Ja, zin in? Ja, op zich wel. Dus... Ook een beetje vertrouwen? Vertrouwen, ja, ook wel. Het is altijd wel spannend, maar... Oh ja, goede voorbereiding is belangrijk. En dan hoe meer je voorbereidt, hoe meer je vertrouwen erin krijgt. Dus op zich wel vertrouwen in. Op zich wel, maar het is altijd wel spannend van die zulke belangrijke toetsen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb er zeker vertrouwen in. En waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Nou, ik leer meer dan vorig jaar. En ik haal voldoende voor oefenexamens, dus. Dat moet wel goed komen, dus. Ja. En welk vak ga je als eerste doen? Eerst wiskunde en daarna geschiedenis. Ik heb natuurkunde als eerste en dan Engels en Nederlands nog. En Nederlands. Goed geleerd? Nou ja, Nederlands is natuurlijk niet echt een leervak, maar ik heb wel gewoon proefexamens geoefend en... Ja, wel gewoon er veel voor gedaan om er het beste van te kunnen maken. Veel leren neem ik aan, veel met je neus in de boeken. Is er nog wel tijd om te basketballen dan? Het CTO geeft wel gewoon genoeg tijd om te leren. Dus als je het nodig hebt, kan je dat gewoon vragen en dan wordt dat voor je geregeld. Want jij doet gespreid examen in het tweede jaar, jij ook. Kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat? Je doet gewoon al je examenvakken, maar dan in 2 jaar. En dan kan je zelf kiezen welke vak je in het eerste jaar doet en welke in het tweede jaar. En dan maakt het ook niet uit hoeveel. Dus ik had ervoor gekozen om mijn meeste vakken in het eerste jaar te doen. Zodat ik dit jaar economie kon doen, wat mijn slechtste vak is. In hoeverre is het anders dan een basketbalwedstrijd waar heel veel op het spel staat? Ik vind school sowieso heel anders dan basketbal. Basketbal vind je überhaupt leuk om te doen. Dus als je dan zo'n wedstrijd mag spelen, is dat veel meer, zit daar veel meer leuke spanning bij. En dit is meer van... Oh, eng. En als ik maar slaag en veel meer stress. En daar is echt leuke spanning. En hier is wat meer minder leuke spanning, om het zo te zeggen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Succes in ieder geval. Dankjewel. Nou, we gaan het meemaken. Heel veel succes allebei. Dankjewel. Everything changes.